Waarschijnlijk heb je van ons een uitnodiging gekregen om lid te worden van onze Discord-server. En nu denk je misschien wel, Discord-server, ik ken dat helemaal niet. Is dat wel veilig? Wat houdt dat in? Of misschien denk je wel van Discord-server, dat is toch allemaal voor die jonge gamers. Wat moet ik nou in een Discord-server? En wie weet, heb je er wel eens van gehoord en ben je er een beetje mee bekend, maar weet je nog niet precies hoe het werkt? Nou, ik dacht, laat ik al deze vragen nou even bij elkaar steken en er een video over maken. Want jij bent uitgenodigd in onze Discord-server. En in onze Discord-server, daar komt onze community bij elkaar. Daar helpen we elkaar verder met het traden. Daar zijn we elkaar aan het motiveren. Daar kan je vragen stellen als je ergens tegenaan loopt. En er is altijd wel iemand die een antwoord weet of weet waar je het antwoord kan vinden. Dus bij deze, ik nodig je uit om met me mee te gaan de Discord-server in. Ik laat dan een klein beetje zien hoe die eruit ziet en hoe het eigenlijk in zijn werk gaat. Dus ga je mee de Discord in? Nou, hier zijn we aangekomen in onze Discord-server. Maar meestal als je net Discord hebt opgestart, dan is het scherm donker. Nou, kijk voor jezelf maar wat je prettig vindt, donker of licht. Ik ben een voorstander voor licht, maar dat is echt persoonlijke voorkeur. Als je binnen onze server binnenkomt, dan kom je waarschijnlijk binnen in het welkomstdraadje. Nou, je ziet hier al bij algemeen welkom staan. Nou, je ziet hier al een aantal namen die de server binnenkomen vliegen en worden door een van onze moderators welkom geheten. En dan kan jij ontdekken hoe onze Discord eigenlijk in elkaar zit. We hebben geprobeerd om alles zoveel mogelijk in een categorie op te delen. Nou, het zou fijn zijn als je de bovenste regels van Financieel Blij, als je die even gewoon door wil lezen. Je hoeft er niet eens aan te vinken of wat dan ook, maar dan weet je wel een beetje welke regels er in de groep zijn. Nou, bij onze tweede zijn nieuwsberichten. Zijn er nieuwtjes intern of extern te melden over algemene dingen, dan plaatsen wij die hier bij nieuwsberichten. Vaak staat er dan ook een rondje achter van er is net iets nieuws geplaatst of zo. Kijk even, zodat je als je daarop klikt, dan kom je dus op onze nieuwsberichten. Nou, dan gaan we naar het volgende kopje, dat is video's. Iedere keer als wij een nieuwe video plaatsen op ons YouTube kanaal, dan wordt die hier ook geplaatst. Dus dan krijg je hier een melding dat er een nieuwe video is geplaatst op ons YouTube kanaal. Je kan dan vanaf hier klikken en dan gelijk die video openen. En je kan natuurlijk ook eerst naar ons YouTube kanaal gaan en daar de video openen. Daaronder het kopje de podcast. Nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Zodra er een nieuwe podcast geplaatst wordt, komt deze podcast ook hier te staan. En via hier, dat linkje, kan je dus de podcast openen en beluisteren. Nou, deze vier dingen staan eigenlijk altijd open bovenaan. Aan de linkerkant is dat bovenaan in Discord. Nou, daaronder hebben we allemaal mapjes die je open en dicht kan klappen. Ik heb ze standaard eigenlijk allemaal dichtgeklapt. Je kan ze allemaal open hebben staan. En dan heb je een heleboel informatie. En noem maar, dan wordt het gelijk onoverzichtelijk. Wat ik zelf altijd doe, ik zet ze allemaal dicht. En wat gebeurt er nou als er iemand een berichtje plaatst in bijvoorbeeld algemeen en in bijvoorbeeld algemene chat? En ik heb hem dichtgeklapt staan. Dan komt er hieronder, komt dus de algemene chat, komt dan te staan en die is dan donker gekleurd. Dan zie ik van, oh, daar staat een berichtje in die ik nog niet heb gelezen. Dus op die manier ga ik daarmee om. Maar wil ik zelf een berichtje plaatsen, dan kijk ik gewoon, waar past dat berichtje het beste in. Nou, welkom, daar komt iedereen binnen en dan word je welkom geheten. Nou, misschien vind je het leuk om jezelf voor te stellen. En dan klik je bij stel je voor en dan kan je hier in dit kanaal kan je jezelf voorstellen. Hier onderin in deze balk kan je dus je berichtje typen. Je tikt op enter en je berichtje staat er. Nou, goedemorgen, goedemiddag komt natuurlijk vaak aan de orde en dat willen we niet in onze overige chats allemaal hebben. Want anders denken we elke keer van, oh, er staat een berichtje, er staat een berichtje. Maar dan is het toch alleen iemand die goedemorgen of goedemiddag wenst. Nou, daar hebben we een speciale chat voor, goedemorgen, goedemiddag chat. In onze algemene chat kan je dus algemene vragen stellen waar je tegenaan loopt, waar je wat meer over wil weten, noem maar op. Dingen, algemene dingen kan je dus hier allemaal in vragen. En mogelijk reageert iemand daarop. Iemand van onze moderators of misschien wel iemand anders van de leden. Nou, daar hebben we ook nog boekentips. Nou, heb je een aanrader voor een boek? Heb je net een boek gelezen? Wil je daar even iets over vertellen? Of denk je echt van, nou, hier zullen meer mensen wat aan hebben? Mag je deze natuurlijk ook bij de boekentips zetten. Nou, daar hebben we het hele algemene mapje gehad. Klap ik hem even dicht. Daar waar je in blijft staan, die staat dan altijd even open. Maar als je naar de volgende gaat, dan gaat die zo meteen weer dicht. Dan komen we bij crypto en traden. Dus ben je aan het live traden? Of heb je een vraag over het live traden? Of ben je op dit moment aan het traden? En je gebruikt onze basismethode, de stopmethode. Dan kan je hier al die vragen instellen. Je kan eventueel je scherm even een print screen maken van je scherm of een afbeelding maken van je scherm. Als je ergens een vraag over hebt of je wilt misschien even een trade delen, dan kan dat hier ook allemaal. Nou, heb je overige methodes waar je mee bezig bent, dat mag in onze overige tradingsdraadje. Maar mocht je een keer toevallig iets in een verkeerd draadje zetten, is het natuurlijk geen probleem. Nou, technische analyse. Je hoort mij wel eens zeggen tijdens het live traden. Connie doet met name heel veel technische analyse op bijvoorbeeld de Bitcoin munt. En die plaatst zij hier. Ze plaatst er een korte opmerking bij. En hier heeft zij dan haar technische analyse op de Bitcoin. Nou, wil je dit uitvergroot zien, klik je gewoon heel even op de foto. En wordt die uitvergroot getoond in je scherm. Zou je erop willen reageren? En nu staat er nog maar 1 opmerking onder van een duimpje. Maar misschien staan er nog wel 10 opmerkingen onder. En je wilt juist op deze reageren. Nou, dat kan. Dan ga je daar achter. En dan klik je op dat pijltje. Er staat antwoorden. En als je op dat pijltje klikt, dan zie je antwoord op Connie. Dat er hier komt te staan. En dan kan jij je vraag of je antwoord of je reactie op deze post kan je dan hieronderin typen. En dan weet Connie ook dat jij hierop hebt gereageerd en dat het hierover gaat. En dan kan zij weer op jou reageren. Nou, wil je dat weg hebben, dan klik je het weer op het kruisje. En dan ben je het weer kwijt. Wil je over gridbot iets weten of over een DCA-bot, heb je daar vragen over? Kan je dus hier in dit draadje kwijt. Af en toe komt er wel eens een delisting voor op Binance. Dat Binance met een aantal munten stopt op hun platform. Nou, die berichtjes die plaatsen we hier ook altijd. Het is wel je eigen verantwoording om daar accuraat mee om te gaan. Je kan ons natuurlijk niet verantwoordelijk stellen dat je aan het traden bent in een munt die Binance eraf gooit. Hebben we nog nieuws over crypto, dan plaatsen we dat in het kopje crypto nieuws. Nou, dan hebben we de volgende. Allerlei trade tools. Ik ga niet meer alles nu uitgebreid bij langs, maar allerlei trade tools die we gebruiken. Bijvoorbeeld Altrady, over Binance, over HyperTrader, over de Sienscan. Of eventueel over Excel, over het logboek. Als je daar vragen hebt, dan kan je hierin terecht. We hebben af en toe een challenge of een uitdaging die we aangaan. Soms moet je er een kliniek voor hebben gevolgd en dan is het aansluitend aan een kliniek. Dan kan je er bijvoorbeeld niet in, want dan staat er bijvoorbeeld zo'n slotje bij. Maar is het iets wat openbaar is voor iedereen, dan staat er geen slotje voor en dan kan je daar gebruik van maken. Nou, we hebben nog een draadje over beleggen. We hebben nog een draadje over mindset en over het financiën in het algemeen, je financiën op orde. Nou, en wat ik moderators chat, dat zien jullie niet, want dat is alleen maar voor ons als moderators. En dan hebben we nog voice channels. Nou, eentje waar hierboven staat een slotje op, daar kan je dan niet in, daar moet je smaragdlid voor zijn. Maar waar geen slotje op zit, daar kan je dus in. We hebben een kwebbelbox waar je gewoon lekker met elkaar kan kletsen. Maar we hebben ook een samentreden box waar je lekker samen over jouw trades kan praten. En eventueel je scherp kan delen om te laten zien waar je op dat moment in zit. Nou, ik hoop dat ik op deze manier een aantal vragen bij je heb weggenomen over Discord. En dat Discord niet ineens iets vaags of iets eng is om aan te beginnen. We hebben natuurlijk een hele leuke groep en een hele leuke community. En we willen elkaar graag verder helpen. En we weten ook, als je trader bent en vooral als je veelvuldig aan het traden bent, dat het best eenzaam kan zijn. En dat je blij bent met een community om je heen. Dus maak er gebruik van. Meld je aan bij onze Discord server. En wie weet zie ik je daar. Tot ziens!